Welkom in deze nieuwe video van Bolstar vandaag. Ik heb een heel open programma. Ik ga eerst alles lekker genieten van mijn eten, mijn middageten. Dus dus vandaag is het frietjes met curryworst. Dat gaan we eerst klaarmaken. Dat staat nu aan de frietketel, dus ben ik benieuwd. Eens kijken hoe het nu zit op de dingen. Eigenlijk is het fascin. Het is vandaag trouwens licht mis, maar ik ga geen pannenkoeken bakken. Wegens dat ik dat toch niet goed kan. Ten eerste al. Dus ik ga geen pannenkoeken bakken. Hè. Dus ik ga binnenkort wel eens pannenkoeken bakken. Ik zie dat Pieter me weer heeft gebeld. Dus die hebben we dan ook wel terugbellen zo meteen. Ja, we die bellen. Dus. Daar heb je mijn poes. Die lekker weer aan het eten is. Hier zit ze dansen, de kat. Beetje wandelen doet ze. Mee doet ze eigenlijk vandaag. Maar ze weet niet echt in de gefilmd worden. Dus voor deze. Dat is wel te kijken. Hey, want je komt niet vaak in de vlog en als ze dan beneden is, dat wel leuk natuurlijk dat jullie ze nog eens zien. Dus zo gaat dat nu helemaal. Ja, camera-achtervolging. Het is een chouchou-poepie-doe, hè. En daar zit... Even muffin. Namelijk... Al een hele dag te kijken en te genieten van het buiten. Niemand tijd zit hier er al. En daar zit onze snuffel. De snuffel zit daar. Al een hele tijd te kijken en te genieten. Zo, ik ben daarnet live gegaan, Elga. Dus ik heb met mijn gezicht paars gedaan. Speciaal raar. Dat ga ik er straks wel afdoen, natuurlijk. Dus, ja. Zo super, dus de camera. Wat ik zo doen. Dus, dit is het. Zo, wel, je ziet me echt live staan daar. Dus, dat is het. En ik ga nu de kalkoen klaarmaken. Dus ga je even hier zetten. Zo. Voilà. De kalkoen. Voilà. De boter. Deze man, dat is niet erg. Welkom iedereen. Ik kan wel straks de live afsluiten, sowieso, want ik kom vanavond pas terug live. Maar het was uitzonderlijk omdat iemand jarig is. Wil je dat ook eens doen met mij live gaan? Dat mag altijd. Ik bedoel, als je zegt van ik wil eens live gaan om ook een gelukkige verjaardag te wensen. Omdat je dat graag wilt omdat je jarig bent, dan mag je altijd. Hè. Als ik maar op voorhand weet, dan kan ik daar ook rekening mee houden. Hè. Zo. Voilà. Zo. Nu de kalkoen nog. De kalkoen, de koekoekoe. Zo. Dus ja, dat is wel tof.
laten doen. Zo. Ben eens benieuwd hoe Mitch haar opdracht heeft gedaan vandaag. Onze Mitch haar opdracht heeft gedaan vandaag. Ik ben echt wel eens benieuwd naar. Om eerlijk te zijn. Maar dat zullen we wel weten, zeker vanavond. Verwachten van mijn kookkunsten. Maar het is tenminste koken, hè. Zo. Voilà, ik ga de live nu afsluiten. Vanavond kom ik terug, dan zie je mij anders. En dus we gaan weer de zak buiten zetten nu. Het is zullen aan het regenen, maar toch moet het. Het is ook donker natuurlijk nu extra. Dus we gaan deze zak buiten zetten. Dan moet ik al eens kijken, zit die andere ook nog vol? Dat gaan we eerst eens doen. Want als die ook vol is, dan moet die ook mee natuurlijk. Hè. Dat gaan we eerst eens doen. Eens kijken, hè. Eerst eens zien of deze ook vol zit. Kwestie van... Oh nee, die is leeg gemaakt. Oké. Okay. Dus dan gaan we die nu naar daar brengen. Misschien kan die lasagne erop, hè. Zo. Nou. Zo, voilà. Kunnen we er misschien op bij gooien, wit. Voilà. Zo. Nou, dus wat is dit gedaan? Oké, dan nemen we die zo mee, ja. Voilà. Zo, in de donker gaan we dat weer doen, zo lijkt altijd, pikken donker. De lucht is zo, dat is echt wel grappig, de lucht, kijk. De lucht is in twee gedeeld van kleuren. Wel grappig om te zien eigenlijk. Hoe het licht, zie je? Dat is wel grappig. Voilà. Zo. Voilà. Allemaal plasjes, zo. Voilà. Dus vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.